Yo, kijkers van Watch Jagger, welkom bij een allereerste Kingdom Magnus Tour. Jullie hebben er waarschijnlijk al een tijdje op moeten wachten, maar we zijn hier speciaal voor jullie met een hele mooie video over de opbouw van onze havenstad Southaven, jongens. Welkom op het Kompasplein. We zijn hier vandaag op de bouwserver. Zoals jullie kunnen zien, ik zit hier in game mode. En ja, laat me hier eigenlijk een paar dingetjes over vertellen. Southaven staat bekend als de doorvoerhaven van Midisti naar Bovisti. En alle schepen die dus zeg maar vanuit Midisti naar Bovisti moeten gaan, zullen hier dus moeten aanmeren om hun voorraden te kunnen aanvullen. Of eventueel dingen te verkopen. En eigenlijk is dit dus de perfecte plek. Als ik nou even op M druk, dan zien jullie dus een hele mooie foto. Of nou, wat is dit? Een soort van beeld van onze havenstad. Het kan opgedeeld worden in 4 districten, zoals je kan zien. We hebben zeg maar het middenstuk waar ik nou zelf sta. Het is zeg maar het civiele deel. Hier zijn huizen te koop. De grote gebouwen zijn hierin terug te vinden. Dan hebben wij het meest westelijke district. Dat is zeg maar de construction site. Hier worden de voornamelijk grote dingen gebouwd. Voor zeevaart, maar ook voor industrie in onze stad zelf. En we hebben hier het oostelijke district. Dat is zeg maar het economische en wat meer het industriegebied voor wetenschap. Dus mocht jij je straks wat meer willen verdiepen, dan gaan we daar straks in. En het laatste district wat we hier hebben, dat is het woondistrict. Dat zijn meer de krottenwijken. Oftewel de allereerste huizen die hier stonden. En daar gaan we zo niet naartoe. Want die heb je vast wel kunnen zien in de stream. En that concludes onze samenvatting zover. Nou, jullie zien ons hier dus op de minimap links. Of rechtsbovenin, jongens. Kom op, hé. Waarom ben ik zo slecht met richtingen? Rechtsbovenin zie je dus een map met een kompasplein erop. Je ziet dus heel mooi oost, noord, west en zuid. Wij zijn best wel dom en we hebben niet altijd een kompas op zak. Dus vandaar dat we dat maar gewoon hier in een plein hebben neergezet. Maar zoals jullie kunnen zien, dit is zeg maar het hoofdplein. Hier begin ik altijd mijn streams. En mocht jij een stream dus binnenkort gaan zien, dan zal je waarschijnlijk dit plein wel vaker voorbij zien komen. Het is tevens nog even onze tijdelijke hoofdstad. En waarom is dat? Omdat wij nou op de bouwservice zijn we bezig met onze officiële hoofdstad. Maar die is nog niet klaar. Dus vandaar dat wij dit nog een beetje zien als onze hoofdstad. Zover. En ja, hier zie je dus al wat grote gebouwen we hebben. Aan deze kant hebben we de opslag. Daar kan ik wel even naartoe gaan vast. Want ja, hallo, waarom zullen we daar niet naar binnen gaan kijken, toch? Dit is zeg maar gebaseerd op een hele mooie warenhuis wat ik ooit heb gezien in mijn leven. En ik dacht van, nou weet je, we passen die inrichting hier ook bij toe. En dan kom je hier dus bij de opslag. En de opslag is zeg maar, hier worden alle spullen opgeslagen. Daar in de verte zie je ook een hele mooie spawner staan die gebruikt kan worden voor het maken van spullen. Hier aan de rechterkant van u ziet u de hertogenopslag. Hier mag ik alleen mijn spullen opslaan. En that concludes this part of the video. Jongens, wat mooi. Je kan hier dus met de minecart lift naar boven. En dan kom je dus weer boven. Je hebt een vrije val, een lift en een trap. Maar mocht toch de lift niet werken, dan kan je dus gewoon nog met de trap omhoog. Maar ja, daar heeft niemand zin in. Nou, dan kom je weer terug op het hoofdplein. Belangrijk natuurlijk, heel belangrijk. We hebben hier ook een aantal huizen, zoals hier. Huizen zijn gewoon te koop voor spelers. Spelers die kunnen dan een aantal diamond blocks verzamelen. En kunnen hun eigen huisje gaan kopen. En hier zijn we bij, jawel, het treinstation van Southaven. Hier worden alle ijswezen op aangesloten. Ook hetzelfde systeem als zeg maar dus onze opslag heeft. Een minecart lift met een vrije val. En mensen kunnen hier dus gewoon naartoe. Dan komen ze dus bij het geweldige treinstation. En dan komen ze hier in onze geweldige stad Southaven. Nou, dit is dan even in. We moeten even teruglopen, want het is ook belangrijk natuurlijk. Hier zie jij. Het is vrij impressive als je het al ziet. Ik heb hier al een keer een foto van gedeeld. Maar dit is zeg maar het hoofdgebouw van de stad. Het heeft meerdere doelen. We hebben hier een deel van de marine in zitten. De opzichter zit hier zelf in een veilingshal. We gaan even kijken. Want ja, je komt hier moet je ook doorheen als je het land binnen wil komen. Dus stel, er zal een aanval plaatsvinden vanaf Southaven. Dan kunnen we hier de poorten dichtgooien om het andere kingdom zo moeilijk mogelijk te maken. Dus het is meer, het heeft niet echt veel nut natuurlijk. Maar het is een idee om ons land te kunnen verdedigen. Nou, dan kom je hier dus in onze royale tuinen van Southaven aan. En dan denk je, holy shit, wat is dit toch lekker. Een geweldige natuur. Ik heb trouwens de Zeus
shader pack aan. Dus het kan zijn dat het een beetje donker is in gebouwen. Maar hier kom je in een klein officierenkantoor van de marine. Mocht jij bij de marine willen komen, dan moeten mensen hier naartoe om zich in te schrijven bij de marine. Er zit hier een officier en die zegt van, nou meneer, laat maar eens even weten hoe oud u bent en wat uw ervaring is in het gebied van combat. Dan moeten ze dat hier aangeven en dan kunnen ze dus gerecruiteerd worden om bij de marine te kunnen komen. Dan komen we hier in een tussenhal. Hier beneden zitten de cellen, dan gaan we even kijken. Deze cellen zijn er voor tijdelijk verblijf. Mensen die worden doorgevoerd naar andere kingdoms. Of dat ze naar een hoofdvestiging moeten in onze eigen gevangenis. Die er nou nog niet is. Maar ja, ze kunnen hier tijdelijk blijven of verblijven. En dan vervolgens vanuit hier worden ze dus doorgevoerd naar andere locaties. Maar ja, dat is dus eigenlijk de functie van dit celletje. Dan komen we hier in onze besprekingsruimte. Hier kan de marine samen met de koning of met een consul gaan zitten en kunnen gaan bespreken wat het beste is om deze stad te gaan verdedigen. Want als je hierboven vliegt, dan zie je dus zeg maar een beetje een vorm in. En als ik op M druk, dan zie je dus dat die vorm bijna karakteristiek is aan de map die we hier hebben. Dus ja, hier kunnen dan aardig wat mensen aanschuiven. Wellicht dat er nog een keer een stream voorkomt. Volgens mij is het laatste ook in de stream van Samal wel aan bod gekomen. Een random stream van Samal. En ja, dat is een perfecte locatie om aan te schuiven. Dan kom je hier bij het verhoogde deel. En dat is dus zeg maar, dit zijn de privé verblijven van Hondrix. De deur staat zelfs nog open. We zijn gewoon welkom in de eetzaal van consul Hondrix. En ja, dit is zeg maar zijn verblijf. Hij heeft hier een eigen werkruimte met kleine standbeeldjes en zelfs twee kachels. Want we weten allemaal bij elkaar dat Hondrix wel een beetje koudbloedig kan zijn soms. Dus we willen hem graag wel een beetje aangeschermd en warm hebben. Dan komen we hier in zijn slaapkamer. Wat een luxe bed zeg. Heb ik ook helemaal zelf ontworpen. Hier kan hij al zijn spulletjes bewaren. En zelfs zijn armor neerzetten als hij dat wil. We zijn tevens nog op de bouwserver. Dus ik denk niet dat hij hier wat neer gaat zetten. Maar op de live server Kingdom vast wel. Dan komen we hier nog bij slaapvertrekken van andere gasten van Jelle. Want ja, Jelle is natuurlijk een druk bezocht man. En iedereen wil wel graag een keer lekker goed kunnen slapen. Dan komen ze hier en dan denken ze, oh nou, dit is... Dit zijn luxe verblijven. We hebben zelfs nog gewoon opslag en armor stands om onze spullen op te zetten. Wat prima puik plan, jongens. Dan komen we hier, zo. Dan komen we hier op ons hele mooie plein weer terug. Wat een uitzicht, jongens. Wat perfect. Je kan zelfs de titanen onze havenstad zien beschermen. Wat vet. Nou, we gaan even een kleine elsnijstukje nemen. Dus we vliegen hier zo. Oh, wauw, wat mooi. We gaan hier... Zo, deze kant van het gebouw binnen en komen in het archief. In het archief worden dingen opgeslagen voor de militaire plannen. Niet dat er heel veel kisten staan, ja, wel een paar. Maar hier worden wel belangrijke documenten opgeslagen voor Jelle zelf. Voor El Hondrix. En dan kom je hier precies in een gespiegelde variant van de andere kant. Alleen hier zit er geen aansluiting naar de gevangenis toe. En hier hebben wij onze veilingsruimte, jawel. Voor mensen die dan zeg maar hun spullen willen verkopen en dan moeten wat andere mensen bij zijn. Dan kunnen ze dus hier naartoe, kunnen ze een plekje gaan nemen. En dan zal dus de veilingmeester zal hun wat dingen gaan verkopen. Zoals, nou wie wil er vandaag deze geweldige mooie zwaarden kopen van Magnus? Dan kan dat gewoon prima hier, zou ik zeggen. Prima en puik. Nou, dit is dus zeg maar dan de hal die zeg maar het royale stuk koppelt met de wat mindere huizen. Maar zo, dit is toch wel even vet hoor. Als je hier zo naar buiten loopt. Wauw. Wat een effect, jongens. Geweldig. Laten wij maar eens even door gaan vliegen. Want als wij hier langs gaan. Zo, dan zie je hier rechts en links zie je al een paar huizen. Die zijn dan te koop. Maar hier komen we echt in het havendistrict. Het havendistrict. Hier is trouwens ook een foto genomen van de Kingdom Texture Pack. Dit havendistrict vind ik zo vet en uniek, puur omdat het zo groot is. Kijk, het is echt een vorm. We gaan hier even vliegen. We zitten even voor de mensen die nog steeds niet weten waar we zijn. We zitten op de bouwserver. Dit is wel even een mooi shot hoor zo. Zo hé, wat mooi. Deze hijskranen heb ik zelf ontworpen. Ik vind ze echt super tof gelukt. Moet je kijken dan. Wow. Er zitten hier gewoon... Dit zijn vrij hoge kranen. Ik vind ze super vet. Er zit counterweight in en alle belangrijke dingen die nodig zijn bij een kraan. En je hebt ook echt een supervisie op die titanen, jongens. Wat een standbeelden. Jelle, je hebt je echt bewezen dat je het kan. En ik vind het super tof. Hier kunnen dus zeg maar alle boten aanmeren.
Mensen kunnen hier met eigen bootjes aanmeren. Ik heb hier zeg maar voor gezorgd dat ladders zijn. Mensen kunnen gewoon met een bootje hier. Zo klimmen ze hier zo boven. Dan denken ze, oh, naar het luik. Het is enig gewoon hier zo. Helemaal een magnos op. En dan kunnen ze hier met de trap. Hoppa. En dan lopen ze zo naar binnen. En ja. Het is een beetje een Amsterdams effect, mocht ik het zo zeggen. Dat hebben we ook een beetje gevraagd aan Jelle. Want ja, zoals je ziet, het lijkt een beetje van die grachtenpanden. Van die echte ware huizen waar bijvoorbeeld de... Nee. Geen Red Light District. En hier heb je dus zeg maar gewoon ware huizen. Je kan hier naar binnen en er staat hier nog zelfs wat voor. Het is helemaal gevuld met materialen. En ja, ik vind het wel leuk ingericht. Je moet snel wat dicht. Want anders dan gaan mensen hier zomaar naar binnen lopen. Dat is niet de bedoeling, hè? Dat is echt niet de bedoeling. Nou, hier hebben wij, zoals je ziet... Een grote pilaar staan. Pilaren met een soort van balk erop waar dan die grote titaan op staat. Ik vind het echt heel vet. Het is een beetje de sfeer die wij ook willen geven aan ons kingdom. Wij zijn zeg maar een soort van Romeins kingdom. Maar dan meer in de toekomst. Dus zeg maar dat je moet denken dat het Romeinse kingdom de medieval time heeft overleefd. En vandaar dat we nu dus zeg maar een paar honderd jaar verder zouden zijn. In ieder geval, ons kingdom is vrij geïnspireerd op de architectuur van de Romeinen. Deels. Maar ook alweer gecombineerd met andere dingen zoals Nederlandse gebouwen. Maar ja, in ieder geval, we willen het wel een beetje het Romeinse tintje geven. Dat is wel leuk. Hier komen we bij onze stallen. Mensen kunnen hier zeg maar hun eigen stal gaan kopen. En dan kunnen ze dan hun paarden kwijt. Ik heb zelf een heerlijk stalletje hier. Wat mooi, wat perfect, wat gezellig. We hebben twee etages, dus er kunnen hier genoeg paarden worden opgeslagen. Ja, dat was een impressie van een paard, maar die valt een beetje. Dus ja, mocht jij in Magnus komen en denken van, nou, waar moet ik mijn paard opslaan? Dan ga je gewoon hier naartoe. En dan kan je dus een player-owned stable kopen. Hier worden kanonnen in elkaar gezet. Dit heeft Jelle gemaakt, is wel super tof. En dan komen we hier in het wetenschap/economische district. En dan moeten we even hier, dan gaan we even lekker achter, ik ga even een stukje vliegen. Hier komen wij bij het Peasanthuis. Het Peasanthuis is zeg maar, het is een heel groot gebouw. En hier kunnen alle level 1 spelers, dus zeg maar net de vrije nieuwe mensen, kunnen hier dan zeg maar een huisje kopen tijdelijk. En als ze level 2 zijn, dan moeten ze hier natuurlijk weg, want dan ben je geen peasant meer. En dan, dan kan je vanuit daar een nieuw huis gaan zoeken. Tenzij je dus eigenlijk voor altijd level 1 blijft, hè? Jawel! Nou goed, hier hebben wij ook nog een warenhuis. Maar daarnaast, jawel, daar zit onze Leonardo da Vinci's workshop. Dit is zeg maar een soort van onderzoeksinstituut. Hier werken alle slimme mensen van Magnus. En die komen dan hier bij elkaar en die denken van, nou jongens, we gaan eens even een experiment doen. We gaan kijken of we toch wat versterkt staal kunnen maken. Dan kunnen ze hier naartoe. Ze hebben zelfs een soort van telescoop om in de lucht te kijken. Want ja, het zijn natuurlijk geweldig slimme mensen. Die ook geïnteresseerd zijn in de sterren. Het is hartstikke mooi. En hier, jawel, hebben we de VBC. Oftewel de Verenigde Bovistiaanse Compagnie. Een soort van VOC-idee. Alleen hier komen dus zeg maar alle handelaren bij elkaar. Die gaan denken van, nou hé, hoe gaan we de handel optimaliseren? En dan komen ze hier naartoe. Een soort van kantorengebouw. En hier kunnen dus handeltjes en inzetten worden gedaan. Om te kijken of handel daadwerkelijk ook goed verloopt. En het is altijd wel leuk om een beetje te gokken. En een goed zakcentje te maken, zou ik zeggen. Dan lopen wij weer naar het middelste district. En dit hebben jullie allemaal wel een beetje gezien. Ik vind het echt het mooiste plein ooit, hoor, jongens. Kijk dan al die vandels, jongens. Het is toch mooi, man. Ik had er geen ander kingdom tegenop, of wel? Nou, zeg het maar eens. Zeg het maar eens of het kan. Zeg het maar eens. Ik weet het niet. Dan hebben we hier... Jawel. Dit is echt mooi. Dan lopen we hier zo naar binnen. En komen in het manschappendistrict. Hier wordt gewerkt. Hier worden boten gebouwd, zoals je ziet. Dit is een droogdok. Die heb ik ook weer zelf ontworpen. Alleen de bootjes wel weer van Jelle. Maar wel met mijn geweldige hijskraan erbij, jongens. Hoop wat mooi. En achter, jawel, daar zitten natuurlijk ook gewoon warenhuizen. We kunnen even naartoe. Volgens mij is niet alles ingericht. Er zitten hier ook woningen in. Oh, moet je kijken dan. Wat een luxe bedje heeft Melissa weer neergezet, hoor. Ik kan gewoon springen zo. Wow. Ik spring op het bed. Oh nee, nou wordt Melissa boos. Oh nee, wat hebben we gedaan? Wat hebben we gedaan, jongens?
Nou, hier zijn ook allemaal huizen die te koop zijn met work, werkplekken onder. Oh, dit is ook een leuk huisje. Zeker, Melissa. Goed gedaan, jongen. Je hebt je weer goed laten zien wat je kan. Kleine stables waar werkpaarden komen te staan. Een soort van ijzersmelterij. Want wij zijn ook wel bekend als het kingdom wat iron opslurpt, jongens. En door wie komt dat? Jelle. Want ja, die bouwt heel graag met iron. En wil zijn hele mooie items om toe te voegen in je builds. Dus je ziet, hier zit alweer een anvil. Hier zit iron. Waar zit er meer iron? Hier zit allemaal iron. Damn, man. Veel iron. Yes. En sommige huizen moeten nog worden ingericht. En als ze blauw zijn, dan moet Melissa ze inrichten. Groen blokje betekent dat hij gecontroleerd kan worden door Jelle. Want hij is zeg maar de opperbouwer. Dus hij moet alles goedkeuren. Dan moet ik zelfs ook door hem laten goedkeuren. En vandaar dus die uitroepteken. Het is wel handig om bij te houden wat er nog moet worden gedaan. En ja, dan hebben we hier nog een paar mooie boten. Oh, moet je kijken. Deze heeft Jelle ook zelf gemaakt. Ik vind ze super tof. Met de standbeelden, jongens. Ho. Oh. Wat een stad, moet ik zeggen. Ik ga even mijn speed omhoog gooien. Dan kunnen we net wat meer zien. Ik kan net niet de hele stad inrenderen. Maar ja, ik denk dat we hier gaan eindigen. Ik heb denk ik jullie wel even genoeg laten zien. Dus wat vinden jullie ervan? Laat het even weten in de comments, want ik ben best wel benieuwd wat jullie vinden van onze geweldig mooie stad Southaven. Binnenkort waarschijnlijk ook de hoofdstad. Ik denk in een maandje of 3 dat het nog een keer af is. We zijn bezig met de troonzaal. En er moeten nog een paar districten worden gedecoreerd. Maar we zijn aardig op weg. Dus doe even een duimpje omhoog mocht je het leuk hebben gevonden deze video. En abonneer natuurlijk op Watch Jagger voor meer van The Kingdom Magnus. En nog even een special thanks to the builders. En dat zijn Melissa, Jelle. 2 keer Jelle, ja. Jens heeft nog een paar dingetjes gedaan. Hij werkt natuurlijk aan de texture pack. En we hebben Mike, heeft ook wel goed geholpen. En ik denk dat we het daarbij bij houden. Bedankt voor het kijken. En abonneer zoals ik al net zei. En tot de volgende keer. Later!